Ja, goed, maar met jou. Hey, ik ben er, geloof ik. Oké, man. Is goed. Gezellig dat je hier komt wonen, man. Leuk. Ja, bedankt nog maar. Tuurlijk. Wat is dit in godsnaam voor een gebouw? Nou, dit was ooit een school, maar het is nu al 4 jaar anti-kraak. En elk jaar zeggen ze dat ze tegen de grond gaan gooien en elk jaar stellen ze het uit. Het zijn gemeenteplannen of zo, weet ik veel. Ja. En niemand doet nog een flikker aan die ruimte, omdat het binnen 2 jaar plat moet, zeggen ze. Ja. En hoeveel mensen wonen nu? Nou, alleen Bobby en ik. De rest is weggegaan een 1/2 jaar geleden, omdat ze dachten dat het plat ging. Zo dan. Hier zit ik. Flink ruimte, man. Ja, toch? Hé, hey, luister, ik laat je zo de rest zien. Dan kun je even je eigen lokaal uitkiezen, maar we gaan eerst even chillen, toch? Ik kan wel even mijn tas ergens kwijt. Ja, dat komt zo. Oh, wil jij wat drinken? Ja. Hier, verderop. Zit het lokaal. 2 deuren. Staat een koelkast. En neem voor mij even een biertje mee. Dat is goed. Hoi. Ja. Zo. Hé, hey, en die Bobby, waar zit die dan? Die zit helemaal beneden. Die heeft een paar lokalen. Oké. Okay. Zo, jongeman. Het huis uit. Spannend. Ja, ja. Wanneer komt de rest van je spullen? Mijn paard die komt morgen mijn bureau brengen en mijn bed. En ja, voor de rest beetje bij beetje, denk ik. Ik heb mijn kleren en mijn toiletspulletjes bij me. En dan lag hier een matras, toch? Ja, verderop. Een paar lokalen verderop. Zullen wij even een rondje doen? Dan geef ik je even een kleine tour. Is goed. Ja? Ja. Allee-hoop. Ja, het is hier. Het is een beetje kaal. Maar ja, het is maar voor een paar dagen, toch? Ja, voor een paar dagen is prima. Oh. Zeker. Kom, laat je daar zien. Cool. Ja, wat ik zou doen als ik jou was, gewoon een plei pakken, goed schoonhouden en voor jezelf houden. Hetzelfde geldt voor de wastafels. Deze is van mij. Ja, maar je krijgt toch gewoon een eigen verdieping met wastafels en wc? Nee, man. Keuken, gas van huis, oven, koelkast heb je boven gezien. Ja. Ja. Je moet steeds het hele tering uitlopen om hier te zijn. Ja, het is een beetje onhandig. Maar je moet het maar zien als kamperen. En achter die deuren, wat zit daar? Dat weet ik niet, ben ik nog nooit geweest. Je woont hier al 4 jaar, ben je niet nieuwsgierig dan? Weet ik veel, in sommige gedeeltes kom ik gewoon niet. Hier kom ik alleen op te koken. Als ik kook. Wacht, wacht, wacht. Peter. Hé, man. Hé? Nee, gewoon thuis. Nee, ik moet... Nee, grap. Ik moet morgen werken. Ja, de 16e. Fuck, dat meen je niet. Fuck! Kut. Sorry. Ik kom er nu aan. Nee, ik... Sorry, ik kom er nu aan. Oké. Okay. Hoi, tot zo. Dit ga je niet menen. Ik heb gewoon fucking nachtdienst. Ik moet werken, man. Kut voor je, man. Ja, dat is zeker kut voor me. Ik zit er gewoon godverdomme lekker te chillen. Kun je er niet onderuit komen dan? Nee, dat kan ik niet maken, man. Ik ben alleen. Als ik niet ga, dan is er helemaal niemand. Het is ook wel een relaxed baantje. Ik kan gewoon alleen maar zitten en ik hoef helemaal niks te doen. Fuck. Het moet. Het moet. Shit. Sorry, het spijt me voor jou ook. Ja, het is oké, man. Ik wil dat toch niet al te laat maken. Dus ik rook er nog één op en dan ga ik ook pitten. Luister, doe je ding, pak wat je wil. Alles is duidelijk, man. Het is kutter voor jou dan voor mij, echt waar. Morgen. Deal. Morgen, ja.
Oké, man. Mazzel. Later, man. Ah!